Ik wil een zin, ik wil een zin, ik wil een zin van nee. Eerst gaan we een symfonie maken voor Niels Kramer uit Amsterdam. Hallo Niels. Inderdaad, goedemiddag met Niels. En hoe kom je zo bij het deuntje wat jij al langere tijd in je hoofd hebt? Nou, mijn moeder Anneke Kramer die zong dit al voor ons, voor mij en mijn broers. We zijn inmiddels 43, 45 en 48. Maar mijn moeder zong dit al als slaap- en troostliedje voor ons. En nu zong zij dit ook weer voor onze gezamenlijke kinderen, zeg maar. En nu zing ik het dus ook weer voor mijn zoontjes, Faas en Ted. En doet zij dat ook als zij op mijn kinderen past. Dus het is een soort van familie-troost slaapliedje geworden. Een soort zelfverzonnen kinderliedje. Ja, dat denk ik, ja. Nou, even horen hoe dat klinkt, Niels. Pom, 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 pom. Het is bijna een kerstliedje. Pom, pom, pom. Kunnen we daar ook nog een kersthit van maken? Pom, pom. Zet er een beat achter, zou ik zeggen. Dat kan ook nog. Ik ga naar Eloïse, trompetist in het vuurorkest. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, jullie hebben dit gehoord. En konden jullie er iets mee? Ja, ja, zeker. We hebben er deze week ook wel een simpel vrolijk melodietje van gemaakt. Maar hij heeft wel een beetje pit gekregen. Dus wel een beetje een beat. Maar die simpelheid komt terug in de strijkers en de houtblazers die dus het deuntje spelen wat Niels daar zingt. En de koperblazers die geven dus een beetje die pit en een statische karakter door op de 1 en de 4 van de maat een akkoord te spelen met z'n allen. En de celli en de contrabassen die gaan op een gegeven moment meedoen met dat statische. Dus daardoor krijgt hij wel een beetje meer feeling dan alleen een simpel melodietje. Ik ben heel benieuwd. Niels Kramer, Amsterdam, dit is jouw enige echte symfonie. En denk alvast ook even na over hoe je hem wil noemen, hè? Maar dit is hem. Jeetje jongens, geweldig, echt fantastisch mooi. Jullie familie-kinderliedje is voor altijd vereeuwigd als symfonie, hoe bijzonder is dat? Ja, het is ontzettend bijzonder. Kijk, mijn moeder die is afgelopen maandag 73 jaar oud geworden, dus het is ook een soort van loflied voor haar. Dus het is fantastisch. Hulde aan het orkest ten eerste, fantastisch gedaan. Ja, dankjewel. Ja, echt ontzettend mooi. Ik denk dat dit nog generaties lang in de familie als troost, slaaplied gespeeld gaat worden. Of als binnenkomstmuziekje bij verjaardagen. Juist. Hey, en Niels, hoe ga je hem noemen? Ja, jeetje, zeg. Sleepy Symphony van de familie Kramer, denk ik dan maar. Sleepy Symphony van de familie Kramer. Hoor toch eens.